Er zijn op dit moment nog maar weinig officiële apps voor Google Glass beschikbaar. Toch zijn we voor je op pad gegaan om ze uit te proberen en te testen. En we kwamen erachter dat veel glas eigenlijk te veel glas is. Misschien wel de meest nuttige toepassing van de bril en een van de meest voor de hand liggende apps is navigatie. Via Google Maps krijg je tot op de meter nauwkeurig te zien waar je naartoe moet lopen. Dat is handig omdat je dan niet constant naar je telefoon of naar je GPS hoeft te staren. En als je eenmaal navigatie via Google Glass op je neus hebt gehad, dan lijkt je smartphone opeens een onhandig apparaat dat je nooit meer wilt gebruiken. Het werd geiniger, maar vooral zinlozer toen we een paar spelletjes op de Google Glass hadden gezet. Met het commando Google Glass, oké, play a game of tennis, zie je eruit als een absolute idioot. En dat komt dan natuurlijk net op het punt dat je er een beetje vrede mee hebt dat je er raar uitziet met die bril op. Mist. We keken naar de All Recipes app, die we naar heel veel gedoe, errors en verkeerde inlogsessies eindelijk aan de praat kregen. Met All Recipes kun je, geloof het of niet, recepten op je bril krijgen. En dat is heel erg handig tijdens het koken. Je zoekt bijvoorbeeld naar een gerecht met eieren en in beeld komen dan de benodigde ingrediënten te staan en de stappen die je moet doorlopen. Daar wordt de Google Glass wel iets praktischer mee, maar een echte toevoeging is het nou ook weer niet. Een van de belangrijkste dingen die Glass doet, is je een melding geven als je een nieuw bericht binnenkrijgt. Dat werkt al met de standaard apps voor de Glass, zoals Twitter. Maar na een beetje tweaken met onze gejailbreakte iPad kregen we het voor elkaar om alles naar onze Glass te sturen. Daar zitten al je nieuwe WhatsApp berichtjes tussen, meldingen van spelletjes, maar ook alle nieuwe dingen die te vinden zijn in de Google Play Store. En daarnaast installeerden we ook nog een echte Glass app genaamd Wingfeed. Dat is een app die de nieuwsberichten doorgeeft van websites zoals CNN, The New York Times, Gizmodo en TechCrunch. Dan ontdek je dat je er ontzettend veel nieuws mee binnenkrijgt waar je eigenlijk best weinig aan hebt. Het is nog steeds een stuk makkelijker om gewoon even je smartphone erbij te pakken dan dat je telkens gestoord wordt door bliepjes en notificaties in je gezichtsveld. Op dit moment is Google Glass een bril van dik 1000 euro waar je niet echt heel erg veel aan hebt. De apps die erop zitten zijn vooral geinig en knap gemaakt, maar voegen weinig extra toe. Behalve dan dat het er belachelijk uitziet.